Hi, hallo. John. Hoi. Hazel. Ik ben John. Goed te ontmoeten. Welkom. Thanks for joining us to watch an interview that we at Tinnitus Hub did with Joan van Baerle. Joan is the mother of Gabby, who had severe tinnitus and as a result opted for euthanasia. Since this is obviously a highly sensitive topic, we want to deal with it in a respectful manner, and we also want to make clear why we're doing this. Let me be very clear that we're not publishing this interview to promote euthanasia for tinnitus. We're doing this because we feel it's a story worth telling. A story that demonstrates how tinnitus can, for some people, become so severe and impact their quality of life so deeply that they don't want to live anymore, or rather, they don't want to live with the tinnitus. And in Gabby's case, her hyperacusis further worsened the situation. Now, we at Tinnitus Hub all have tinnitus ourselves, and we have years of experience working with the tinnitus patient community since we run the largest online patient support forum, Tinnitus Talk. So we're very much aware that tinnitus is a highly heterogeneous and individual condition that varies greatly in severity and impacts different people very differently. We know, both from our own years of experience working with tinnitus patients and from the statistics, that for the vast majority of tinnitus patients, it's a condition that they can cope with relatively well and lead relatively normal lives. But regrettably, there is a small group of tinnitus patients for whom this is not the case. Who fall into the most severe end of the spectrum. And these are the patients that need our help the most. What these patients need more than anything is hope. Hope for more understanding and compassion, hope for better healthcare, better treatments, and of course, a cure. Now, before you tune out thinking this is going to be all doom and gloom, my personal experience of the interview is actually very positive. Joan is a very inspirational woman who is passionate about promoting tinnitus awareness and tinnitus and hearing loss prevention and helping to find a cure. So for me, Gabby's story is actually a reminder of why it's so important that we keep doing this work. And we hope that after watching this interview, you'll feel the same sense of urgency. Joan, dankjewel dat je ons hier wou ontvangen. We gaan het vandaag hebben over Gabby, jouw dochter, die in 2014 euthanasie heeft gekregen vanwege haar tinnitus. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar misschien kan je eerst ons iets vertellen over haar. Wat voor vrouw was zij? Wauw. Een hele enthousiaste vrouw. Energiek. Muzikaal. Heel snel in haar denken. Als er een nieuwe studie was, dan wist ze meteen hoe die toegepast moest worden. Wist ze er alles vanaf. Ze was ook heel zorgzaam voor andere mensen. Altijd bereid om wat voor anderen te doen. Heel liefdevol. En een geweldige dochter. Ja. En hoe is haar tinnitus ontstaan? Hoe ging dat in het begin? In het begin was het af en toe een piep. Dus het duurde wel 2-3 jaar voordat ze er voor het eerst mee naar de huisarts ging. En eigenlijk pas later,
Toen ik bezig was met mijn boek te schrijven en onderzoek deed naar tinnitus, toen ben ik er pas achter gekomen wat mogelijk bij haar de oorzaken zijn geweest. Oké, en wat waren dat? Een bomaanslag in Jemen toen ze daar met haar man en toen nog eerste kind Isabel van 8 maanden naartoe was getrokken. En na 3 dagen ontplofte daar een bom in de supermarkt. Ze was ook muzikus en van muzikus is het ook bekend dat ze heel gevoelig zijn om tinnitus te krijgen. En wat het bij haar nog erger maakte in de loop der jaren was dat ze in 2009 ook nog eens een keer keihard op de hoofd viel met haar fiets. Toen ze met haar fiets viel. Dus dat zijn voor mij achteraf, hè? 3 oorzaken waarvan ik denk, nou, dat kan mogelijk die tinnitus verklaren. Oké. Okay. Hoe erg was de tinnitus in het begin, die eerste paar jaar? Te doen, ja. Zeg maar, zo. Hè, wat ze nu tegenwoordig zeggen van, je moet er mee leren omgaan, mee leren leven. Dat lukte haar toen. Alleen, het werd steeds harder, het geluid. Ook steeds langduriger. Op een gegeven moment ging het nooit meer weg. En kwamen er ook nog 3 andere geluiden bij. En dan snoeihard. Dus het is echt steeds een stapje erger geworden door de jaren heen. Ja. Was het duidelijk waarom dat gebeurde? Eigenlijk geen idee. Hmm. Ik weet dat stress niet goed is om dat te hebben als je tinnitus hebt. Omdat dat de tinnitus erger maakt. Maar je moet niet vergeten dat we praten nu over 18 jaar geleden dat bij Gabi de tinnitus begon. Mm-hmm. Mensen hadden nog nooit van het woord gehoord. Ook niet van wat heel vaak met tinnitus gepaard gaat, de cibracusis, de overgevoeligheid voor geluid. Was ook niet bekend bij de leken. Nu, tegenwoordig, gelukkig, praten de mensen daarover. En zijn artsen weten er gelukkig, ook niet alle artsen, maar weten er iets meer vanaf van wat er voor behandelingen mogelijk zijn. Dat was toen allemaal niet. Nee. Is er ook bij haar gehoorverlies geconstateerd? Ja. Enigszins. Dat zit dan altijd tussen die hoge hertzen. Mm-hmm. Volgens mij zat het bij haar tussen de 4000 en 8000 hertz haar gehoorverlies. Wanneer kreeg je, want je vertelde die eerste paar jaar kon ze er wel redelijk mee omgaan. Ja. Wanneer kreeg jij echt voor het eerst de indruk dat ze er erg mee begon te worstelen? En waar bleek dat uit? Ja, dat bleek eigenlijk, dat beschrijf ik ook in mijn boek. Ik ging af en toe met hun mee een weekje op vakantie. Zij bleven dan langer op de camping en ik kwam dan een week. Dat was, vond ik heel leuk voor de kleinkinderen. Papa en mama vonden het natuurlijk ook heel handig als oma er was. Dan konden ze zelf ook af en toe wat leuks doen. En toen liepen we op een gegeven moment op een marktje in Vichy in Frankrijk. En Isabel, haar dochter, vroeg wat aan haar. Ik vroeg wat aan haar en ineens knapte er wat bij Gabi. Zoiets van, dit kan ik allemaal niet aan, jullie allemaal tegelijk. En daar schrok ik zo ontzettend van. En toen werd eigenlijk in één klap bij mij duidelijk van hoe zij zich altijd ook groot heeft moeten houden. Hoe veel energie het haar kostte om die tinnitus maar naar de achtergrond te drukken. En dan zeg maar aan de voorgrond te praten en haar werk te doen. En daar op die markt knapte er iets bij haar. En vanaf dat moment wist ik dat het toch wel heel ernstig en erg met haar was. Ja.
Want die reactie die zij toen had, kwam dat ook al door de hyperacuses? Had ze die toen ook al? Nou, ik denk dat Gabi van jongs af aan al iets met geluid had. Vrij gevoel. En ik weet ook dat als je hyperacuses hebt, dat de kans dat je tinnitus krijgt vrij groot is. En als je tinnitus hebt, dat de kans dat je hyperacuses ook vrij groot is. Die twee versterken elkaar. Dus ja, gevoelig voor geluid. Toen zei ze wel, kwam ze naar beneden als ze in bed lag van, kan die muziek niet wat zachter? En dan keken mijn man en ik elkaar aan van, die staat helemaal niet hard. Zo van, nou ja, het zal wel. Ja, dus die overgevoeligheid was er altijd al, maar op een gegeven moment werd die hyperacusis een steeds groter probleem. Ja, in combinatie met de tinnitus en de hyperacusis, nou ja, die versterkten elkaar en werden steeds erger. En daar was geen behandeling, geen niks meer tegen opgewassen, geen pil, geen glaasje water, gewoon niks. Het ging als het ware zijn eigen weg. Toen ze daar zo mee begon te worstelen, is het toen in jouw ogen erg veranderd als je keek naar wie ze was daarvoor en daarna? Weet je, ik zag dat ze heel erg haar best deed om nog die lieve, zorgzame Gabi te zijn. Maar ik zag ook dat het haar af en toe niet lukte. Dan had ze een kort lontje of dan moest ze dingen afzeggen. Überhaupt kon ze ook niet meer op uitnodigingen voor verjaardagen of voor een uitje of voor een concert of ingaan. Dat ging allemaal niet meer. Dus haar wereld werd ook steeds kleiner, smaller. Ze werd gewoon wanhopig. Ja. Zou je zeggen dat ze depressief was? Nou, dat vind ik. Kijk, ze had wel depressieve gevoelens. Kijk, als je depressief bent, stel ik me voor, kom je je bed niet meer uit. Doe je niks meer, hang je op de bank. En Gabi deed nog dat wat ze kon, deed ze. Dus, maar depressief over van dat het nooit meer over zou gaan. En hoe het dan verder moest. En ja, dat geeft de mens wel depressieve gevoelens. Ja. Lijkt mij. Ja. Zou ik ook hebben. En had ze voordat ze tinnitus kreeg wel eens last van depressieve gevoelens? Of denk je dat het echt, het was echt sinds... Ja, ik denk dat het echt met die aandoening te maken heeft. Ja. Waardoor je wereld smaller wordt. Ze moest haar werk opzeggen. Ze kon niet meer, want ze was op een gegeven moment gescheiden. Ze kon niet meer, het zou zeg maar een week bij de ene, een week bij de ander. Dat bracht ze niet meer op. Al dat soort dingen. Het werd een wrak. En wat heeft ze geprobeerd qua medische behandelingen? Ja, er was niet veel waarschijnlijk, maar... Nee. Nou, ze heeft in België magnetische stimulatie gedaan. Dan krijg je van die elektroden op je hoofd en allemaal schokjes. Mm. En heel veel medicijnen kreeg ze daar te slikken. Waarvan ik later dacht van, nou, dat was allemaal experimenteel. En Gabi was een van de vele proefkonijnen. Ze heeft de tinnitus retraining therapy van Jastrobov gedaan. Ze heeft met tinnitus maskeerders gelopen een half jaar. Dat zijn dan apparaatjes in je oor die tinnitus geluid zeg maar maskeren door de ander geluid tegenover te zetten. En dat kan hele mooie muziek zijn. Maar ja, dan hoor je wel 24 uur per dag muziek.
Ja, vervang je het ene geluid met het andere. Ja. Nou ja, mijn muziek kan natuurlijk mooier klinken dan een ruis of een piep of gebrom. Dat heeft ze geprobeerd. Ze is zelfs 6 weken naar Israël geweest. Mm-hmm. Bij een arts die heel veel mensen uit het leger behandelt die tinnitus hebben. En toen dat niet hielp, volgens mij, toen was het voor haar einde oefening. Ja. Oké, want al die behandelingen hebben dus helemaal niks geholpen. Nee, bij haar niet. En kijk, gelukkig bij de meeste mensen met tinnitus hebben het niet zo erg als ik heb. Er zijn mensen, die ken ik ook, bij wie het wel zo erg is. Maar gelukkig is dat maar een fractie van de mensen die tinnitus hebben. Ja. Die daar een manier voor gevonden hebben om daarmee te leren leven en mee te leren omgaan. Maar bij Gabi ging het haar eigen weg. Heb je enig idee waarom het bij haar zoveel erger was? Waarom zij bij die kleine groep mensen met tinnitus hoorde, voor wie het zo erg en zo zwaar was? Waarom geneest bij de een de kanker wel en bij de ander niet? Dus ik weet dat niet. Nee. Dus nou, ze heeft medische behandelingen geprobeerd, die hielpen niks. Waren er andere dingen die zij deed in haar dagelijks leven? Qua iets sport of muziek luisteren of wat dan ook. Wat haar iets van verlichting bracht? Was er iets wat hielp? Nou, muziek luisteren, dat kon niet meer. Nee. Ze heeft nog wel heel lang hard gelopen, maar dat ging op een gegeven moment ook niet meer. Wat ze wel deed tot op het eind, was 's ochtends vroeg gaan zwemmen. Want dan was het nog stil in het zwembad. En ze had ervaren, en dat heb ik ook is van iemand anders gehoord, dat onder water, en als je alleen al met je oren onder water ligt, dat geeft een dempend geluid voor de tinnitus. Dus dat ontspande daar. En dat deed ze 2-3 keer in de week. En of ze nou vroeger zo'n fanatiek zwemster was, ik geloof het niet. Maar dit deed ze omdat ze, nou om even te ervaren dat het geluid wat minder was. Hoe ging haar omgeving hiermee om? Vrienden, familie, haar man, kinderen? Heel veel uitleggen. Heel veel onbegrip. Toch iedere keer maar weer opnieuw uitleggen. Maar je ziet er goed uit. Je hebt toch 2 kinderen. Kijk, en net zoals de kinderen, die deden ontzettend hun best om zachtjes te doen. Maar het zijn kinderen. Dus ja, die vergeten dat soms ook. Haar ex heeft zich altijd ingezet voor haar. Maar het is ook zo lastig, zowel voor degene die tinnitus heeft, om uit te leggen van wat je dan van die ander verlangt. Moet hij juist stil zijn? Moet hij juist gewoon gedempt praten, hard? Voor degene in de omgeving van de mensen die tinnitus hebben, die zijn af en toe ook wanhopig. Want je kan dat geluid van diegene niet verzachten. Je kan zachter praten. Maar ja, daar houdt het mee op. En je kan zorgen voor diegene. En gewoon luisteren als die zijn verhaal verdoet en vertelt en niet dan iets hebben van ja, maar goed, ik hoor ook wel eens wat.
Want ze hebben heel vaak het gevoel dat ze aanstellers zijn. En dat zijn ze niet. Nee. Ja. Je hebt in eerdere interviews gezegd dat ze zich heel vaak moest verdedigen. Wat voor reacties kwamen er dan zoal waar ze zich op moest verdedigen? Nou, dat had ook uiteindelijk... bijvoorbeeld... als Gabi niet naar een verjaardag kwam, dan moest ze weer uitleggen van ja, maar het geluid of als 6 mensen tegelijk praten, dan word ik gek. Nou, valt toch wel mee. Nee, ik word dan gek. Huh? Ja. Zo dus. Veel onbegrip. Ja. Toch. Ja. En werd haar sociale netwerk, bleef dat nog een beetje overeind? Of door de jaren heen? Nee, dat werd dus... Ja. Kijk, ze kon niet meer lange telefoongesprekken met vriendinnen, bijvoorbeeld. Ze kon ook niet meer gezellig even met een vriendin de stad in om koffie te gaan drinken of te gaan shoppen of... even een nachtje naar het strand. Dat hield allemaal op. Dus ja, op een gegeven moment was er gewoon niks meer. En moest ze gewoon verzorgd worden. Niet verzorgd van dat ze zich niet meer kon aankleden. Maar dat ik bijvoorbeeld de boodschappen voor haar deed. En dan ging ze natuurlijk zelf ook nog wel eens een keer naar een winkel. Maar dat kon maar 1 keer in de zoveel tijd. Want het vroeg ook heel veel energie. Dus je raakt uitgeput. Je zei, je deed boodschappen af en toe of vaak voor haar. Wat deed je nog meer om haar te helpen, om haar te ondersteunen? Koken. En dan heel zachtjes afwassen. Nou, dat gaat natuurlijk niet, want... Borden tegen elkaar. Dus dan stuurde ik haar naar boven van... dan kan ik tenminste iets vrijer, makkelijker afwassen. Stofzuigen, ja, dan moest zij toch echt naar buiten. Want zelfs dan naar boven, dat was toch nog... te veel lawaai. En ja, dan moet toch stofgezogen worden. Ja. Dat soort dingen. En veel de kinderen opvangen. Ja, gewoon er zijn. Er zijn. Ja. We hebben het al gehad over de tinnitus en de hyperacusis. Hoe grote rol denk je dat... de hyperacusis speelde bij de worsteling versus de tinnitus? Of was het echt de combinatie? Ja. Ik denk de combinatie die elkaar versterkte. En kijk, ik heb heel vaak geprobeerd. Maar het is me ook niet gelukt. Om me voor te stellen wat het is dat als je dit glas zo neerzet, dat pijn doet. En in al je zenuwen, nerven, lijf, doet dat pijn. Nou, ik kan het me niet voor mij, ik kan het wel respecteren van haar dat het zo was. Maar je moet er gewoon niet aan denken dat het allemaal pijn doet. Nou, dat is misschien ook belangrijk voor mensen om te begrijpen dat hyperacusis is niet alleen overgevoeligheid, maar het kan, of bij sommige mensen kan het echt pijn doen. Ja, dus zeg maar alle dagelijkse geluiden van met een lepeltje in een kopje horen, een zakje openmaken, dat doet iemand met sterke hyperacusis, doet dat gewoon pijn. Had je... In gedurende dat hele proces zelf een hoop dat het weer beter zou worden? Of hoe stond je daarin?
Kijk, bij in het begin, bij behandelingen, had ik hoop van, nou, dit gaat verzachten of dit gaat haar helpen. En op een gegeven moment heb ik die hoop verloren. Dat ik dacht van, hier valt gewoon niks tegen te doen. Herinner je je nog het moment dat Gabi voor het eerst over euthanasie begon? We begonnen er samen eigenlijk over. Ik heb op een gegeven moment, ben ik met haar in gesprek gegaan over de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Euthanasie. Omdat ik wist dat die consulenten hadden die met mensen in gesprek gaan om die mensen te adviseren. Dus toen heb ik Gabi aangeraden om contact daarmee op te nemen. Dat heeft ze gedaan. En ik denk dat daar uiteindelijk een jaar over heen is gegaan. En toen kwam ik op een gegeven moment 's middags bij haar om spullen voor de kleinkinderen op te halen. Toen zei ze, mam, kom even zitten. Toen zat ik naast haar op de bank en toen zei ze, ik heb me aangemeld bij de levenseindekliniek. Toen werd ik wel even koud. En tegelijkertijd had ik ook zoiets van, wat dapper en wat goed van je. En ja, toen is ze dat traject ingegaan met de levenseindekliniek. Wat geen kliniek is, maar dus gewoon een kantoor. Iedereen stelt zich daar een huis voor of een villa met allemaal bedden. En nou, het is gewoon een kantoor en van daaruit werken ze, maar het heet de levenseindekliniek. Mm-hmm. Maar haar beslissing kwam op dat moment niet als verrassing? Nee. Nee, ik kon me dat zo goed voorstellen. Er moest voor haar... ik zeg het anders. Ik ben vaak al bang geweest dat ze zichzelf wat zou aandoen. Keihard met de auto tegen een boom rijden. En dan is de levenseindekliniek een veel mooier alternatief. Want dat gaat in vrede en rust en met je familie erbij. Als je dat hele proces van die levenseindekliniek iedere keer groen licht krijgt. Ja. Want kan je iets over dat traject vertellen? Dat is een behoorlijk langdurig traject. Het heeft bij Gabi 9 maanden geduurd. Je komt eerst bij een triage. Dat is een arts, een psychiater en nog een hulpverlener. Die geven een eerste oordeel. Dan kom je uiteindelijk bij een medisch team. Die komen bij jou langs. Dat is een arts en een psychiatrisch verpleegkundige, kan het dus soms zijn de andere combinaties hoor, die moeten hun groen licht geven en die komen er nog een keer langs. En uiteindelijk komt er nog een scanarts die, en als hij geweest is of zij en ook groen licht geeft, dan moet de euthanasie binnen 6 weken plaatsvinden. En in dat hele traject hebben de artsen iedere keer een moment om te zeggen van, nou, je komt niet ervoor in aanmerking. En Gabi zelf kan ook zeggen van, ik stop ermee. Dat is bij haar nooit aan de orde geweest.
Ze heeft alleen voor zichzelf. Ze heeft nooit getwijfeld aan de euthanasie. Ze moest alleen voor zichzelf het goede moment van loslaten vinden. En dat werd uiteindelijk toen 1 maart 2014. Ja. Wat in dat traject, het lijkt me lastig als je niet een dodelijke ziekte hebt bijvoorbeeld. Wat voor argumenten gebruikte zij om de artsen ervan te overtuigen dat dit echt voor haar de juiste beslissing was? Ze was gestopt met haar werk. Ze kon niet meer werken. Ze kon aantonen welke behandelingen ze allemaal gedaan had, wat geen effect had. Ze kon uitleggen, want ze kon heel goed uitleggen van wat zij allemaal voelde, hoorde, hoe ze daarop reageerde, wat het deed met haar zenuwen, met haar slaapproblemen, met haar concentratieproblemen, met voor de kinderen niet meer kunnen zorgen. En ik denk ook dat een arts heel goed kon zien, als een arts zeg maar de tas te hard op de grond zet, de reactie bij Gabi. Zo van, ja, dat was niet gespeeld. En ze wist natuurlijk ook, zo langzamerhand was er bij artsen ook wel bekend wat tinnitus in sommige gevallen met mensen kan doen. Nou ja, en dat uiteindelijk gaf in ieder geval deze arts en de scanarts en de verpleegkundigen en iedereen die daarna gekeken heeft, het zijn van, ja, ze heeft alles gedaan. Ze is uitbehandeld en ze lijdt ondraaglijk. En dat zijn de criteria voor euthanasie. Nou was uiteindelijk na een jaar de regionale toetsingscommissie daar niet mee eens. Want die vonden dat als er nog een psychiater wat langer naar had gekeken, dan was er misschien nog een alternatieve behandeling mogelijk geweest. Nou, toen sprong ik uit mijn vel. En daar ben ik heel boos op geworden uiteindelijk. Want die kwamen er na haar euthanasie, kwamen ze daar nog mee op? Kijk, alle euthanasiegevallen in Nederland worden gemeld bij regionale toetsingscommissies. Die moeten kijken of de euthanasie volgens de wettelijke bepalingen is volbracht, is uitgevoerd. En bij Kabi, en dat was natuurlijk ook weer nieuws, groot nieuws, kop in de krant, 47-jarige vrouw, onzorgvuldig. Dus toen begon de hele media hijsa. En uiteindelijk, 2 jaar later, is het hele geval geschorst en was er dus niks aan de hand. Ah, dus dat is nu afgerond. Ja, okay. Maar daar moet je dan, kijk, als zo'n regionale toetsingscommissie zegt, want het is onzorgvuldig. Alle kranten staan er dan bol van. Maar dat die geschorst is 2 jaar later en dat er dus niks aan de hand is, dat lees je dan niet. Mm. En zo zijn er dus meer gevallen bij de levenseinde kliniek. Hè, dat een arts, nou ja, dat ze daarvan vinden dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld. En ik weet dat er voor Gabi nog 3 gevallen waren. En die zijn allemaal, bleek niks aan de hand. Dus veel ophef. En, maar kijk, het had wel 1 voordeel. Er was weer aandacht voor tinnitus na een jaar. Ja. Ja, daar heb ik een beetje gebruik van gemaakt. Ja, daar zullen we het zo nog verder over gaan hebben. Hoe reageerde, even terug naar
moment dat ze die beslissing had genomen om dat traject in te gaan, hoe heeft ze dat toen aan mensen verteld en hoe reageerde haar omgeving? Nou, ze heeft tot voor 2 maanden voor haar euthanasie, heeft ze het aan heel weinig mensen verteld. Vond ik soms wel lastig, omdat ik wist dat het ging gebeuren, maar ik kon het er met niemand over hebben. De kinderen, ze had altijd tegen haar kinderen gezegd, die natuurlijk dat hele proces van hun moeder hadden meegemaakt, dat ze tijd genoeg zouden hebben om afscheid van haar te nemen. En dat is ook gebeurd. Maar nou ook vriendinnen van mij, onbegrip. Van, ja, maar ze heeft toch 2 kinderen, daar blijf je toch voor leven. Ja, tenzij het zo erg is dat zelfs dat niet meer lukt. Nou, dan is het heel erg. Nou, en dus heb ik ook heel vaak Kabi moeten verdedigen, willen verdedigen. Voor het onbegrip van anderen. Ja. Wie steunde haar wel, behalve jijzelf? Een paar goede vriendinnen van haar. Ze had op een gegeven moment een clubje vrienden en vriendinnen om zich heen verzameld die allemaal dingen voor haar deden. Eén kwam maar iedere week koken. Een ander deed de administratie. Weer een ander was heel goed om uit te zoeken op internet wat er allemaal nog mogelijk was en wat er niet meer mogelijk was. En die club heeft ze ook geïnformeerd, zeg maar. En ja, die had ik er zo nabij meegemaakt. Dus die wisten ook wat er aan de hand was. Dus die steun van hen had ze ook. Maar weinig. Ja. Was dat ook het probleem? Je zei, want die club had haar van heel dichtbij meegemaakt. Was dat ook waarom heel veel andere mensen, denk je, onbegrip toon, omdat ze toch niet echt konden zien hoe het echt was. Nou, ja, ik denk dat dat zeker meehelpt. Als je anderen moesten het soms van verhalen horen of van mijn verhaal. Ja. En ja, dat kan je dan toch niet zo beeldend vertellen en laten zien en meebeleven van wat er echt aan de hand is. Nou heb ik in een van de reportages over Kabi gezien dat ze ook een plan B had. Ze had een poedertje gekocht uit China, geloof ik. Ja. Voor als de euthanasie aanvraag niet zou worden goedgekeurd. Als het daarop was aangekomen, had je haar daar dan ook in gesteund? Ja. Zeker. Ook al was daar het risico bij, groot, zeker bij Kabi, denk ik, die vaak ook op medicijnen wat atypisch reageerde, dat ze dan dat drankje had uitgespuugd of wel coma was geraakt en daar niet meer uitgekomen. En dat was dan voor haar een verschrikking geweest, plus ook voor de naaste. Dus ik ben wel heel blij dat het op een legale, vreedzame manier kon. Want als ze bij de officiële euthanasie het drankje had uitgespuugd, dan was dat er een arts naast die haar via een infuus nog een dodelijk middel had kunnen geven. En bij zo'n poeder slikken, weet je niet hoe het gaat? Nee. Nee. Ja. En ik weet uit onderzoek dat er van dat poeder, dat het in 5 of 10% van de gevallen misgaat. Nou, je zal daar maar net bij horen.
Ja. Ja. Hoe zagen haar laatste dagen eruit? Verdrietig. Jij doet zelf veel aan bewustwording rondom tinnitus. Je hebt een stichting opgericht, een boek geschreven. Ja. Hoe is dat zo ontstaan? Waarom wou je dat zo graag doen? Nou, een paar weken voor de dood van Gabi, zei ik een beetje gekscherend tegen haar van, misschien schrijf ik nog wel eens een boek over je. En toen zei ze, mam, moet je doen. Nou, een half jaar ongeveer na haar dood dacht ik van, ja, waarom doe ik dat niet? Dus ik begon heel enthousiast en dacht, dat doe ik even. Nou, dus zo ging dat dus niet. Ik heb, nou, ik ben begonnen en toen was er op een gegeven moment waren er wat hoofdstukken, dacht ik, klaar. En toen ben ik op internet gaan zoeken naar een uitgever. Ik wist in welke categorie, ongeveer welke uitgever ik moet hebben. En toen heb ik er 2 mail gestuurd en 1 mailde meteen terug. En de volgende dag had ik een uitgever. Toen had ik iets van, yes! Plus een redacteur. En toen begon het eigenlijk pas, het schrijven. En het onderzoek. En de wanhoop. En de dips. En zo van, nou, dat gaat nooit lukken. Of, nou, ja. Nee, is toch wel, ze heeft toch wel gelijk, die redacteur. Dus dat was uiteindelijk moest ik ook. Dan stopte het proces van schrijven als ik dan met het verhaal van Gabi bezig was. En dan moest ik eerst weer een hele lading verdriet en woede uit. Voordat ik weer verder kon schrijven. Ja. En dat was dan door opmerkingen van de redacteur van. Ja, maar wat. Hoe was dit voor jou? Wat voelde jij hierbij? Ja, dat weet ik niet. Ben ik vergeten? Wil ik niet weten. En zo moest ik dat hele proces door. En uiteindelijk lag er een boek. Wat niet alleen het verhaal van Gabi was, maar ook heel veel praktische hoofdstukken waarvoor ik dan onderzoek moest doen over wat is tinnitus, welke behandelingen zijn er, preventie, musiciën tinnitus, noem maar op, onderzoek. Dus dat was een ware bevalling. Ja. Maar waarom wou je het boek zo graag schrijven? Toen ik eenmaal bezig was met schrijven en met het onderzoek, dacht ik, ja, maar er is nog heel weinig voor de leek bekend over wat tinnitus is. En hoeveel, ik schrok ook van hoeveel mensen daar dat hadden. Ik denk dat dat zelfs nu nog veel meer is dan de cijfers uit 2012. Dus het werd een soort missie voor me om tinnitus onder de aandacht te brengen. En toen ik daaraan begon, was me dat niet duidelijk. Maar dat is wel gaandeweg het schrijven, is dat erin gekomen. Mm-hmm. En ja, ik doe het ook voor Gabi. Ja. 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 Heeft het je op een bepaalde manier ook geholpen bij het rouwproces? Ja, absoluut. Ja. Ja, ik denk dat dat ook, dat ik er ook na het boek en de publiciteit en alles, dat ik er toch heel open over kan praten, is omdat ik dat allemaal 3 keer eindeloos heb moeten voelen, ervaren, meegemaakt. Ja. En je bent ook veel te zien geweest in de Nederlandse media. Ja, ongelooflijk. Ja.
Hoe was dat en wat voor reacties kreeg je dan? Dat was wauw. Ja. Dat had ik in mijn stoutste dromen niet durven hopen. Of hopen, dromen, nou zo. Ja. Dat was overweldigend. En dat was ook een soort roes. En overweldigend dat voor zowel televisie, radio, online, tijdschriften, kranten. Niet te geloven. En daardoor kwam wel steeds meer. Zo van, ik heb wat te vertellen, want het is heel belangrijk dat er nu gewoon meer aandacht en begrip voor die tinnitus komt. En dat is volgens mij wel gelukt. Dat denk ik ook. Ja. 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 En daar ben ik wel een klein beetje trots op. Dat mag. Ja. Wat zijn de belangrijkste boodschappen die je wil overbrengen? Mensen met tinnitus stellen zich niet aan. Artsen, hulpverleners, zouden zich eerst moeten verdiepen in het onderwerp. Want heel veel artsen, nog steeds, weten daar veel te weinig of niks van af. Waardoor, als ze dat wel doen, ze zich veel sneller door kunnen verwijzen naar KNO-artsen. Die dan van de behandelingen die er op dit moment zijn, op de hoogte moeten zijn. Zodat mensen in een vroeg stadium in ieder geval kunnen kijken welke behandeling voor hen het meeste effect heeft. Kijk, tinnitus is nog steeds niet te genezen, helaas. Maar er zijn wel methodes waardoor je ermee kan leren omgaan. Maar dan moet zo'n arts dat wel weten. En daarvoor denk ik dat het ook zo heel belangrijk is, dat het zo belangrijk is dat er in de media heel veel aandacht voor is. Zowel de geschreven media als de televisie als de radio. Want tinnitus, of je het nou heel erg hebt of niet, of wat minder, het beïnvloedt wel je hele leven. Het kan je werk beïnvloeden, waardoor je toch minder uren kan maken op je werk, omdat het vermoeiend is. Het kost de maatschappij ongelooflijk veel geld. In 2012 kostte tinnitus al 6,7 miljard euro op jaarbasis. En dan denk ik, ja, dat is niet zomaar. Dat doe je alsof je een emmertje leeggooit. Dus dat maakt voor mij het steeds, of onderhoudt zeg maar, voor mij mijn drive om daarmee bezig te zijn. Ja, ja. Wat kreeg je voor reacties op je optredens van mensen met tinnitus en mensen zonder tinnitus? Nou, de eerste reacties waren heel divers in de zin dat KNO-artsen met wie ik contact had, klaagden dat hun praktijk zo, hun wachtkamer zo vol zat ineens met heel veel mensen die tinnitus hadden, hebben en dachten van, is dit ook mijn eindstation? Van... Gaat tinnitus uiteindelijk gepaard met de dood? Nou, dat is dus niet het geval. Want dat is maar een klein groepje. Maar de paniek, er was dus even paniek bij sommige mensen. En heel veel mensen kreeg ik wel reacties van herkenbaar. Of nou begrijp ik eindelijk wat het is. In die zin eigenlijk alleen maar positieve reacties. Voor begrip, de aandacht, herkenning. Bij sommige mensen viel echt de schellen van de ogen. Van, heb ik nooit geweten? Bestaat dit? Ja, dit bestaat. En heel veel mensen hebben het. Ja.
Dus het is te raar dat er nog eigenlijk zo weinig... het brede publiek weet er nog heel weinig van. Nee, ik heb wel de indruk... sinds de documentaire van Gabi... want die heeft 3 weken voor haar dood nog een documentaire laten maken... en die is 6 weken na haar dood uitgezonden... dat plus toen een jaar later van de regionale toetsingscommissie... hij staat erom heen, plus mijn boek, dat alles, zie je nu veel meer... er is zelfs een eerste roman over tinnitus verschenen. Oh, daar heb ik iets over gehoord, volgens mij. En dan denk ik, nou, wauw, eindelijk. Ja. Aandacht. Ja, daar begint het mee. Ja. En ondertussen heb je ook nog een stichting opgericht. Ja. Wat is het doel van de stichting? Het doel van de stichting is heel veel geld in de stichting, op de rekening van de stichting krijgen... voor onderzoek en behandeling naar tinnitus. En we hebben al 1 project kunnen steunen. Dat is het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. En dat wist ik ook niet. Maar kinderen met kinderkanker, die hun kanker overleven, die houden in 40% van de gevallen ernstige tinnitus over aan hun behandeling. Nou, dan schrik je toch ook wel weer even. Nou, die konden wij, hun onderzoek konden wij steunen. Okay. Via de stichting. Dus het doel van dat onderzoek is om die kankerbehandelingen te kunnen toepassen zonder dat het effect tinnitus krijgen. Ja. Ja. Mooi. Ja. Wat willen jullie verder nog bereiken met de stichting? Wat zit er nog in het verschiet? Nou... wat wij nu eerst gaan doen is ook weer kijken van wat wij interessant onderzoek vinden. Wel Nederlands. Ik vond wereldwijd, dat werd een beetje te breed. En daarvoor heel veel geld inzamelen. En de royalties van mijn boek gaan ook naar de stichting. Zo hopen we een potje en dan gaan we weer kijken waar we dat potje, voor wie dat bestemd is. Ja, want er is momenteel wel, er zijn verschillende onderzoeken naar nieuwe behandelmethoden voor tinnitus. Sommige lijken veelbelovend. Hoe kijk je er tegenaan? Ben je hoopvol op nieuwe behandelingen? Nou, kijk, er zijn, ik weet dat er een onderzoek is naar medicijnen, maar dat is dan weer voor specifieke gevallen van tinnitus, net zoals je allemaal verschillende vormen van kanker hebt, zo heb je ook verschillende vormen van tinnitus. En bij de ene heb je het ene oor en de ander beide oren. En de ene heeft een piep en de ander heeft een ruis. En de ene heeft een zuivere toon. En nou. En dus ik denk dat voor al die vormen, soorten, misschien wel verschillende medicijnen of behandelingen moeten komen. Alleen heb ik nog geen 1 onderzoek waar ik van weet dat... uiteindelijk de tinnitus genezen. En dat zou natuurlijk... zou uiteindelijk een doel moeten zijn. En daar heb ik nog niet zoveel over gehoord. Nee. Helemaal niets, trouwens. Nee. En... kijk, het is natuurlijk prachtig dat er een aantal behandelingen zijn... waardoor de kwaliteit van leven van mensen verhoogt. Maar je blijft wel steeds die tinnitus toch hebben. Ja, dus dat zijn behandelingen die leren je ermee omgaan. Ja. Maar de piep of ruis of wat dan ook gaat niet weg, die blijft. Soms vermindert die.
Dat weet ik ook van gevallen. Dat het geluid minder wordt, het draaglijker. Maar genezen, weg. Gaat die niet. Zover zijn we nog niet. Nee. En de stichting, het heet Stichting Gabi Oldhuis Fonds, ja. Toch? Ja. Hebben jullie nu specifiek onderzoek op het oog wat je graag zou willen subsidiëren? Of zijn jullie daarop aan het oriënteren? Nee, daar zijn we ons op aan het oriënteren. En we krijgen af en toe ook vragen van onderzoekers. En daar gaan we binnenkort naar kijken. Kijk, je kan mensen aanschrijven van wil je doneren, maar het is natuurlijk leuk voor de donateur om te weten waaraan die dan, behalve aan de stichting, voor welk onderzoek dat dan is. Oké. En daar gaan we nog verder over denken. Ja. Je noemde al wat over wat er moet verbeteren in de gezondheidszorg. Want momenteel is het zo dat als iemand naar zijn huisarts gaat met tinnitusklachten, meestal krijgen ze alleen te horen, u moet er maar mee leren leven. En dat is het. Verder krijgen ze niks te horen. Of ze zeggen, de huisarts zegt over, ziet u het nog even aan? Ja, ook dat. Wat zou daarin moeten verbeteren, volgens jou? Ik denk dat iedere huisarts moet weten wat tinnitus met de mens kan doen. Als iemand met tinnitus bij hem komt, meteen heel alert reageren van onmiddellijk naar een audioloog. KNO-arts, testen doen. Heeft het te maken met gehoorverlies? Dat kan. Dat moet je dan uitsluiten. Helpt de gehoorapparaat. Maar als een huisarts reageert met van, we zien het nog even aan, misschien gaat het wel over. Dan zit je bij de verkeerde huisarts. Maar ja, wie weet, wie zegt wat de goede huisarts is. Maar ze moeten er gewoon allemaal van op de hoogte zijn. En ik hoop door alle aandacht in de media dat er steeds meer hulpverleners zijn die daarvan op de hoogte zijn van wat tinnitus is. Heb je het idee dat de gemiddelde Nederlander inmiddels wel weet wat tinnitus is? De gemiddelde Nederlander? Geen idee. Nee, denk het niet. Nee. Of je nou oorzuizen zegt of tinnitus. Ik denk niet. Ik denk dat er nog heel veel werk aan de winkel is om dat bij iedereen achter zijn oren te krijgen. Niet in zijn oren, maar achter zijn oren. Precies. Wie is volgens jou de belangrijkste doelgroep om je op te richten? Als het om die bewustzijn... Jongeren, ongetwijfeld. Ik weet dat nu al... ik geloof 10% van de jongeren een piep heeft die niet meer overgaat. Ik denk dat het heel belangrijk is, niet om jongeren bang te maken, maar om jongeren te zeggen, zorg gewoon goed voor je oren. Doe bij een concert, doe die oordoppen in. Dat dempt, als je goede hebt, hè, dat dempt 20% van het geluid. Je blijft het wel zuiver horen. En als je als jongere al tinnitus hebt, het gaat nooit meer weg. En na een concert, als je een piep hebt, gaat die misschien weer weg. Tweede keer gaat die ook nog weg. En de derde keer blijft die. En dan gaat die niet meer weg. En ik vind, er zijn ook wel instituten of de gemeentes, overheid, die komen met limieten voor geluidsdecibellen. Maar ja, als dat niet gehandhaafd wordt, dan kan je met elkaar in convenanten afspreken wat je wil. Maar dat heeft geen enkel effect. En
eigenlijk, maar ja, dat gebeurt niet, zou gewoon die volumeknop naar beneden moeten. Dat is meer simpele. Maar ja, dan beleeft de jeugd en mensen, die voelen die muziek niet in hun lijf. Want het moet gewoon drillen en zoomen je lijf, de muziek. Het gaat niet eens om het horen, maar om het voelen. Nou, en dat bereik je niet bij 85 decibel. Dus moet het veel harder en dan gaan. Daar zijn onze oren niet op gebouwd. Nee, tegenwoordig heb je ook... En die evolueren niet zo snel. En jongeren denken waarschijnlijk, nou, het zal wel loslopen. Ja. Ja, en dan kunnen ouders waarschuwen wat ze willen. Maar ja, dat werkt niet. En, maar ik denk toch dat het belangrijk is. Kijk, als DJ's bij concerten, als ze beginnen roepen van hebben jullie allemaal je oordop in? En dat blijven herhalen. Nou, mooi dat dat effect gaat hebben. Dan moeten ze het wel doen. Is dat nog iets waar je voor gaat inzetten? Of, waar ik al een beetje mee bezig ben. Maar het is hardnekkig materiaal. Ja, ja. Ja. Ben je van plan de komende jaren sowieso om hiermee bezig te blijven? Jeugdje. Zou je dat willen? Wel. Ja, ik zit nou toch in die stroom. Nee, want ik vind het heel belangrijk. Dus ik ga wel door. Ja. Joan, heel erg bedankt voor dit gesprek. Voor je openheid en natuurlijk voor al je inzet voor mensen met tinnitus. Zoals ik, zoals heel veel Nederlanders. Heel erg bedankt daarvoor. Graag gedaan. Dank.